Ik ben Michael Wilkinson, ik ben een universitair docent bij Informatica. Mijn specialisme is computer vision. Ik probeer dus een computer te leren zien, min of meer zoals wij dat kunnen. En dat leert je wel één ding heel duidelijk, heel veel respect voor ons eigen gezichtsvermogen, want computers zijn nog lang zover niet, dus daar is een hele hoop interessant werk in te doen. Als je, zoals ik, eigenlijk interesse hebt in ongelooflijk veel verschillende wetenschappen, dan is informatica bijzonder handig. Je kunt dan eens met astronomen samenwerken, dan eens met scheikundigen, maar ook met medici. We hebben langs allerlei routes samenwerkingen en dat houdt het heel gevarieerd. Met digitale beeldbewerking. En dat heeft me eigenlijk enorm gegrepen. Het leert je ook enorm nadenken over hoe zien wij eigenlijk zelf. En je ziet ook dat heel veel methoden in de digitale beeldbewerking, die zijn afgeleid van modellen van hoe wij zien. En het is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Eigenlijk probeer je met onvoldoende gegevens toch een intelligente gok te doen over hoe de wereld om je heen in elkaar zit. En dat is heel boeiend. En het leuke is, het blijft niet binnen de informatica bij theorieën. Je maakt er ook daadwerkelijk werkende programma's mee. Hè, waarmee je in staat bent om echte problemen op te lossen. Nou, ik zou zeggen, als je je sloffen aan hebt, doe je bril op en kom erbij staan. Hier zie je dat je een computersimulatie kan laten zien. En hoe twee stelsels elkaar benaderen. Eerst nog zeg maar in een bocht om elkaar heen vliegen. En dan dit soort virale armen soms in verschillende richtingen. En hier zie je een enorme slier erachter. Het aardige is dat je hier dus ook structuren ziet verschijnen die ook zijn waargenomen bij botsende melkwegstelsels. Er zijn heel veel melkwegstelsels die botsen. Die dicht bij elkaar zitten en dan zien we dit soort slierten ertussenin. Tegenwoordig is de computer nergens meer weg te denken. Wat ook betekent dat je ook inderdaad overal terecht komt, maar heel veel van de tijd praat je met mensen om uit te vissen wat is nou precies wat ze willen. Ik zeg wel eens, de beste programma's die ik heb geschreven heb ik met pen en papier of met een schoolbord samen praten met andere mensen bedacht. De fractie die achter de computer zit, ja, ik denk dat het tegenwoordig overal. Overal zitten computers in. Het is zelfs zover dat iemand van Volvo, een directeur van Volvo, zei van eigenlijk zijn we zo langzamerhand een softwarebedrijf. Want ja, die mechanische onderdelen, daar gebeurt zeker wel werk aan, maar de grote sprongen worden gemaakt in de software die in een auto zit, die ook heel betrouwbaar moet zijn, et cetera. Er zijn motoren die soms onderling qua mechanica precies hetzelfde zijn, maar het ene komt 20 pk meer dan de ander, puur door de software die erin zit. Dus het praten met mensen, het begrijpen van het probleem waar iemand mee zit, is een ontzettend belangrijk onderdeel. Neem een willekeurig bedrijf. Heel veel mensen zitten de hele dag achter de computer gegevens in te voeren. En dat lijkt me stront saai. Het is veel leuker om die computer zeg maar, te laten opzitten en pootjes geven. En er iets creatiefs mee te doen. Want dat is een heel essentieel onderdeel in informatica. Het is enorm creatief.